Ik heb mij zojuist gedoucht met Sunlight Classic Care. En Sunlight Classic Care is hydraterend. Het is ook 100% essential, want het is essentieel om te douchen. En het bevat ook geen toegevoegde kleurstoffen. Nu, wat is er mis met Sunlight? Het is veel te duur voor een huisvader. En ik heb dan via Collect & Go de prijs opgezocht voor zo'n bus Sunlight. En dat komt neer op 6,09 euro per liter. Dat is veel geld. En dat kan ermee te maken hebben dat Sunlight van Unilever is. Unilever is een heel groot bedrijf met heel veel merken, zoals je hier kan zien. Dus hier komt hij, hier komt de tip. Nu komt hij. Melkmeisje. Melkmeisje. Het is ook hydraterend en het is ook kleurstoffenvrij. En al die andere essentiële dingen waar ik nooit naar kijk als ik een bus zeep koop. 3,49 euro. Dat is toch wel wat. Minder. Oh. De prijs per liter voor Sunlight bedraagt 6,09 euro. En voor Melkmeisje bedraagt die 3,49 euro. Als ik die van elkaar ga aftrekken, geeft me dat 2,60 euro besparing per liter. Maar ik ben natuurlijk op zoek naar de besparing per 2 liter. Want een bus Melkmeisje is namelijk 2 liter. En dat geeft me dan een besparing van 5,2 per 2 liter. En als ik dan die 5,2 ga delen door 3,59 euro, wat uiteraard de prijs is van 1 bak Carapils, kom dan neer op een besparing van 1,45 bak Cara. En als ik die dan maal 24 ga doen, wat uiteraard staat voor de flesjes, heb ik 34,8 flesjes Cara bespaard. Hashtag cool, hè? Ik heb daar juist gelogen. Ik heb me helemaal niet gewassen met Sunlight. Ik heb me gewassen met Melkmeisje. Omdat mijn vader, die doet altijd stiekem, Melkmeisje, in de verpakking van Sunlight, zonder dat iemand het weet. Al jarenlang. En nu gaat mijn mama dat te weten komen. Oh nee, er gaat zoveel gevochten worden vandaag.